en jullie ook hopelijk. Fijne carnavalsomtocht. Dames en heren, hier is Tovenaar Vincent en we op. Nou, dat gaat helemaal goed. De toverkrachten, welkom. We zijn vandaag in Prinsenbeek om de optocht te gaan zien. Ik ben hier vandaag met Jeffrey en ik spreek je zo weer. Leuk, hè, die mensen allemaal in die auto's. Geweldig. Je hoort ze toeteren, hè? Helemaal gek, joh, die mensen. Helemaal gek. Jeffrey, wat zie je er weer geweldig uit, jongen. Dank u wel. Echte Sultan of Swings, toch? Ken je die Dire Straits? Dire Straits. Ja, ja sowieso. Ja. Goeie band. Nou, we zijn hier, we willen sowieso feestkleding365.nl bedanken. Want dankzij die website, dankzij hun webshop, hebben wij deze fantastische kleding aan. Kijk eens, ja. Ziet er echt strak uit, jongen. Wat is er? Ja, die auto komt voorbij. Oh, yeah. Oh, de plassen water. Ja, het is een beetje rot weer vandaag. Maar ondanks de regen gaan we toch nog gewoon naar de optocht kijken. Want, en ja, lekker feesten. En feest. En vanavond lekker eten. Gewoon een mooie dag ervan maken, toch? Inderdaad. In Boemeldonk. Boemeldonk, ja. Boemeldonk. Het heet Prinsenbeek, maar de optocht of zo heet dan Boemeldonk of zo. Zo gaat het toch? Het is gewoon de naam die de stad krijgt voor carnaval. Ja, toch? Ja. Als je trouwens op die webshop waar ik het over had korting wil krijgen, dan kan dat als jij de code DAVINCHSTEL10 met kleine letters invoert. Als je wil gaan bestellen bij de couponcode op het eind, dan krijg je 10% korting op alle artikelen. Dus ga snel kijken en dan kan jij heel leuk verkleed ook, net als wij. Nou, we gaan lekker kijken hoe het is. De weg is al een beetje afgezet. Net als elk jaar gewoon een traditie. Altijd anders verkleed natuurlijk. Ja, het wordt gezellig. Hè? Het wordt heerlijk. Het wordt heerlijk. Ondanks het weer. Het wordt gewoon een gezalige dag. Ja. En hier komt dadelijk weer de optocht. Iedereen staat nog een beetje beschut natuurlijk. Maar wel leuke verklede mensen. Verschillende groepen ook. En natuurlijk weer lekker oliebolletjes. Nou, daar staan we dan even onder een afdakje. Het is nog steeds regen. Maar ja, het blijft geloof ik ook zo regenen, dus we zien het wel. Daar staat een leuk groepje onder een afdak, lekker liedjes te zingen. Wij vermaken ons wel. Nog even ongeveer 5 minuutjes wachten en dan gaat de optocht beginnen. En het gaat beginnen, jongens en meisjes. Jeffrey, het duurt even. Maar we staan gelukkig droog. Ja, op deze manier wel. Ja, het is ook een stuk drukker. En gestomme regelen wat weer nog meer. Die kan gewoon weg. Ja, hij kan gewoon weg een paar van u. Heerlijk. We gaan genieten, jullie ook hopelijk. Fijne carnavalsomtocht. De wil laat er voor niets voor u. Waar vind je dat nog? Nergens anders, alleen in Boemeldonk. Deze optocht wordt geheel mogelijk gemaakt door vrijwilligers, honderden vrijwilligers. Het zou fijn zijn als je ons een beetje wil steunen, zodat ook volgend jaar bij deze optocht. Oh!
Dit is de kinderoptocht en dit is wel een van de grotere wagens. Maar dadelijk gaat het echte carnavalsoptochtje beginnen. Nou, optochtje. Ruim 3 uur alles bij elkaar ongeveer. Mooie wagen. Man met snor. Levende wielo. Prachtig, heel leuk gedaan dit. Er staat een naam op. Bijzonder voor een kinderoptocht. Ik heb nog nooit zulke grote wagens gezien. En dit is nog maar een voorafje eigenlijk. Kijk wat er aankomt, jongens. Oh, dit is bizar. Dit kan echt niet hoor. Nou, dit is echt een prachtige eerste wagen hoor. Ongelooflijk dit. Wauw. Hello.
Carnaval, carnaval, volop tot de mist. La 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 la
wel. We hebben een grote rol in de optocht. Mooi. Wij zijn nog steeds vrijgezellen. Trekken van kroeg hier naar kroeg. Er komt iets groots aan. Ja. Ik zie allemaal confetti al in de verte. Kom dadelijk om het hoekje. Ja hoor, daar komt ie. Jeetje man. Wauw.
Hij luistert niet goed. Nee. Lieve kinderen. Natuurlijk in Pixar. Prachtige film. Een schitterende wagen. Verschillende copies. We gaan hem daar zien. Wauw. Yeah.
wat haar ook. Fantastisch, kijk nou joh.
Ja, de deuntjes blijven plakken, dat maakt iedereen weer blij. Etiketet. Laat Kapel maar weer wat spelen, ja, de boemel dan doet mee. Etiketet. Zet ze weer terug in het zadel, maak het plaats in het café. Etiketet. Lekker hossen door de straat in het Kapel, wat een koffij. Etiketet. Ja, een beetje blijven plakken, dat maakt iedereen weer blij. Etiketet.
is waar voetbal gaat. Omdat er niemand wil staan. Draai maar heen en weer, kom maar op en weer. Ja, kom op, daar gaat hij nog een keer. Kijk eens hoe je in de dolie bent. Hier van bordje blij. Verwant en iedereen van boem op boem. Loopt hier in de rij. Ik krijg het van vanavond als ik jou wou te zien.
buiten komt, kan het carnaval beginnen. En ieder komt naar buiten toe, niemand blijft meer binnen. Als de klokken luiden, dan die deur, de klokken weer de bed is, dan is het alweer tijd voor het feestje. Bye.
rechterkant geboden. Iemand die wil voor 400.000 euro. Ja, 400.000 euro. Geboden op links. Gaan we naar de 600.000 euro. Op rechts geboden. 600.000 euro. Wat een hoofdprijs. Wie biedt hem hier? 1 miljoen. Ik wil een huis in Toronto. Een eigen stek. De Beekse Bergen. Beekse Bergen. Ja. De muziek, joh. In de bergen, de Beekse bergen, daar mochten zijn van Boemeldonk. Ziet er mooi uit om met die bakstenen. Ja, zeker. Jeffrey, dat was een ongelooflijk gave optocht. Ja, ze overtreffen zichzelf weer. Echt, ik heb gewoon het gevoel dat dit de beste optocht is van Boemeldonk die ik ooit heb gezien van alle optochten. Ja, nou, je gaat goed. Al 5 jaar, dus ja. Dat zegt wel wat. Echt bizar, ja. Het is echt beter dan vorig jaar gewoon. Ja. Supere wagens, de eerste was echt geweldig. En we gaan nu even kijken, want als we daar naar achter lopen, kunnen we nog even de allereerste wagen zien. Want die was echt een van de mooiste. Dat zou mooi zijn. Absoluut, we gaan even kijken. Prinsenbeek.
mensen, dit was de fantastische optochtvideo van dit jaar in Boemeldonk, Prinsenbeek. Ja. Jeffrey, het was geweldig. Het was heerlijk. Het was goed. Het was prachtig. Het was zo schitterend. Heerlijk. Ja, beter dan vorig jaar misschien. Absoluut. Absoluut. Laat even in de comments weten wat jij van deze video vond. Geef vooral een duimpje omhoog als je hem leuk vond. En volgend jaar gaan we zeker weten weer naar Prinsenbeek om weer de optocht te bekijken. Geweldig. Inderdaad. Nou, doei doei iedereen. Bye.